Barack Obama heeft daarmee een behoorlijk ruggensteuntje gekregen. Ook al omdat hij die 25 miljoen dollar heeft opgehaald onder 100.000, ruwweg gesproken, 100.000 individuele mensen die hem geld hebben gegeven. Hillary Clinton haar 26 miljoen onder 50.000 individuele mensen. Dus dat geeft Obama ook een pluspuntje. Bij de Republikeinen zit een kandidaat op de derde plaats, als je het allemaal bij elkaar optelt. En dat is Mitt Romney, de voormalige gouverneur van de staat Massachusetts. Die heeft 21 miljoen dollar opgehaald. Maar zoals je zegt, absoluut recordbedragen. Het wordt iedere 4 jaar gek. Hoe komt dat? De mensen hebben het ten eerste nodig, omdat campagnevoeren steeds duurder wordt. Maar dat het nu ook in zo'n vroeg stadium al om dit soort multimiljoenen bedragen gaat, dat heeft er deels mee te maken omdat verschillende kandidaten, Hillary Clinton is daar een heel goed voorbeeld van, hoopten, omdat ze nu die Obama heel dicht heeft, dat zij als ze laten zien dat ze heel veel miljoenen meer ophaalde dan andere kandidaten, dat zij daarmee het stempel opgedrukt kreeg als ik ben de onvermijdelijke kandidaat. Ik heb zoveel aantrekkingskracht, ik heb zoveel populariteit, er zijn zoveel mensen die mij geld geven, dat jullie andere kandidaten het niet eens meer hoeven te proberen of moeten te proberen. Ja. Nou, dat effect is nu dankzij die Barack Obama wat Clinton betreft een beetje weggehaald. Bij de Republikeinen zijn er drie grote kandidaten eigenlijk. Romney Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, die 15 miljoen ophaalde in die eerste 3 maanden. Zeker. En senator John McCain was populair in de Verenigde Staten, staat in de opiniepeilingen er ook nog redelijk goed voor, maar die heeft maar, tussen aanhalingstekens, 13 miljoen dollar opgehaald. En dat was ver beneden de verwachting, dus die man die heeft zijn hele staf van fundraisers, van geldophalers, inmiddels door elkaar geschud, mensen ontslagen, andere mensen aangenomen om te proberen de indruk weg te nemen dat die wat achter ligt vanwege die geldrace. Ja, wat is de tussenstand? Hoe lang gaan ze nog door? Nou ja, ze gaan door tot de echte voorverkiezingen. Als er voor het eerst echt stemmen worden geteld, die zijn pas in januari 2008, januari volgend jaar. Die grote kandidaten, dus ik zou zeggen dat er 3 bij de Democraten zijn. De voormalige senator John Edwards, de vicepresidentskandidaat uit 2004, moet je er ook bij optellen. Ja. En